We gaan eigenlijk starten met waar het allemaal om gaat. Kunstenaars, de kunsten. Ik ren. Wij rennen. Wie rent dan met me mee? Geachte aanwezigen, kinderen, volwassenen, burgemeester. Welkom in Villa Zebra en welkom thuis. Huis en thuis, dat zijn bijzondere associaties, zeker als je, zoals ik op 15-jarige leeftijd, Nederlands moet leren. Dan is alles wat gelinkt is aan huis en thuis een heel ingewikkeld begrip. Welkom in de tentoonstelling. U hebt net een heel mooi verhaal gehouden, college, zei u zelf, over thuis. En wat ik daaruit wel haalde, was dat het gevoel je ergens thuis voelen heel belangrijk is. Ja. Wat zorgt er nou voor dat u zich ergens thuis voelt? Wat is dan belangrijk voor u? Dat de omgeving aardig voor je is. En heeft dat met mensen te maken? Ja, vooral, het nu te veel in? Nee, het gaat vooral met mensen. Ja. Je voelt je in een samenleving prettig, fijn, als je niet het gevoel hebt dat je afgewezen bent. En dat je er mag zijn, met je hele hebben en houden. Ook met je opvattingen en hoe je eruit ziet en hoe je eet, hoe je beweegt, dat welkom is. Ja, zijn er nog meer aspecten die u belangrijk vindt aan het je ergens thuis voelen? Of waar voelt u zich bijvoorbeeld thuis? Ja, toch eigenlijk in mijn huis. U ziet hier een aantal voordeuren. Ja. Ja. Achter welke zou u zich thuis kunnen voelen? Het is ingewikkeld. Dat is een flat links. Daar zitten veel meer mensen achter. Dit is een gebroken raam. Dit is enigszins gebarricadeerd. Volgens mij staan wij voor een hele goede. Er staat ook nog welkom ook nog. Dus ik denk dat ik intuïtief, gevoelsmatig hiervoor zou kiezen. Oké. U hebt hier in de tentoonstelling wel een sleutel nodig om er naar binnen te komen. Oké. Die wil ik u heel graag geven. Dat is een bijzondere sleutel, want daar zit van alles aan. Een bos met foto's. Van ieder kunstwerk een foto. Dus kinderen kunnen zo gaan zoeken naar de kunstwerken. En aan de hand van de vragen ook tot gesprekken komen. Maar ik wil u heel graag deze sleutel overhandigen. U bent van harte welkom in Welkom Thuis. En ik vind het fijn dat u de eerste bent die een deur open doet. Alsjeblieft. Ik ben benieuwd of die past. Ik hoop het. Yes. Hij is open. Hoppa. Ik verklaar bij deze prachtige tentoonstelling voor geopend.